ben je lief. Zo interessant en exclusief, ik vind je geweldig. In één woord geweldig. En iedere keer dat ik ben naar je kijk, dan voel ik mij de koning te rijk. Want jij bent in mijn ogen haast alles tegelijk. Zo veel schoon om te zien en altijd vrolijk bovendien. Ik vind je geweldig, gewoon weg geweldig. En als ik ooit weer op... Eerste vraag, Max. Eerst van harte gefeliciteerd natuurlijk. Dankjewel. Maar wat heb je nu precies opgespeld gekregen? Dit is in de orde, ridder in de orde van de Oranje Nassau met zwaarden. Als het zwaarden is, is het altijd met militair. Als je dus een ridder bent, kan ook een burger kan ook een ridder zijn. Eigenlijk had je een vrije dag vandaag, hè? Ja, ik heb al 2 weken verlof, zo gezegd, ja. Klopt. En waarom ze je toch naar Den Haag kunnen krijgen? Ze hadden dus een vergaderverzoek voor dinsdag gemaakt. Ik denk, ja, vergaderverzoek voor dinsdag... kan ik helemaal niet, ik moet naar Wim Razing toe, want die krijgt een lintje en ik moet in de Vlom zijn. Ja, daar zaten ze dus met handen in het haar. Dus ik werd ter hoge hand afgelopen vrijdagochtend werd gebeld. Max, je wordt verzocht dinsdagochtend te melden bij de minister. In DT, dus in het nette pak. Maar mijn dochter dacht ik, nou ja, die is er niet bij, die zit in Engeland. Dus die stuurde, dacht ik... appjes rond met de katten op bed, de katten bovenop de dingen, leuk hè, terwijl ze al lang hier waren. Dus daar hebben ze heel mooi gespeeld. En ze waren er ook. Het mooiste vond ik ook dat mijn moeder er was, had ik ook niet verwacht. Ja, dat deed me emotioneel erg veel. Ja, dat was gewoon prachtig. Hoe trots ben je? Ik ben super trots. Zo mooi ben jij en lief, zo interessant en exclusief, ik vind je geweldig. In één woord geweldig. En als ik ooit weer op aarde komen zou, dan nam ik nooit een andere vrouw. Dan een die sprekend leek op jou. Huub Langeweg, hoe hebben ze jou zover gekregen dat je zonder iets in de gaten te hebben naar de Vlom ging? Nou, ik ga binnenkort met pensioen. En hadden ze gezegd, we gaan voor jou een pensioenfeestje organiseren. Maar je moet wel eerst netjes een pak aan. En ik moest andere kleren meenemen. Die lagen allemaal, dat moest ik achter in de auto neerleggen. En ze hebben half Huissen rondgereden. En toen kwamen we bij de Vlom uit. En daar kwam ik binnen. En dan zie je je kinderen zitten. En je schoonmoeder. En mijn zwager en mijn schoonzus. Ja, en toen sloeg de schrik me wel een beetje om het hart. Ik zeg, het zal toch niet voor mij zijn. Maar dat was inderdaad dus wel zo. Ik was dood en doodzenuwachtig. Ik had zweet in mijn handen staan. Dus, vooral omdat je ook niks weet. En, want dan kan je erop voorbereiden. Maar dit was gewoon, het was gewoon een overval, zeg maar. En waarom heb je het lintje gekregen? Voor mijn werk hier als 20 jaar als koster. En ik zit bij de Vierdaagse. Daar ben ik plaatsvervangend hoofd. Daar geef ik leiding aan 90 vrijwilligers. En voor mijn werk als douaneambtenaar. En hoe trots ben je? Heel trots, heel trots. Het gebeurt je niet elke dag zoiets. Zo mooi ben jij en lief, zo interessant en exclusief. Ik vind je geweldig, in één woord geweldig. En als ik ooit weer op aarde komen zou, dan nam ik...